komen steeds meer elektrische auto's bij. Dus is het handig om daar iets meer over te weten. Vandaag ga ik je vertellen over de ins en outs van de accu. Bij een elektrische auto wordt de energie uit een batterij gehaald. De batterij van die auto bevindt zich vaak onder de auto of in de kofferbak. Kijk, dit is nu een lithium-ion accu onder een elektrische auto. En diezelfde accu zit ook in een laptop of in je mobiele telefoon. Een accu van een elektrische auto gaat minimaal 8 jaar ofwel 160.000 kilometer mee. Daarna is de accucapaciteit vaak nog wel boven de 70%. Is de accu dan afgeschreven? Wel nee. Soms wordt die nog wel ingezet als energieopslag. De elektrische auto is voorzien van twee accu's. De hoogvoltage accu en nog een 12 volt accu. Die kennen jullie misschien nog wel uit de conventionele auto. De hoogvoltage accu is er dus voor om de auto te laten rijden. Het voltage wat gebruikt wordt voor de aandrijving is tussen de 4 en de 800 volt. De andere componenten in de auto kunnen vanwege veiligheid daardoor niet gebruikt worden. Dus ze hebben ook nog een 12 volt accu in de auto. De ouderwetse accu. Die voedt onder andere het contact, centrale vergrendeling en alle andere dingen zoals verlichting waar de auto normaal mee gevoed wordt. Heel belangrijk is, stel je voor je hebt je licht aangelaten in de auto, wat dus werkt op die 12 volt accu. En de auto staat bijvoorbeeld aan de laadpaal. Dan is het zo dat wanneer deze accu leeg is, je niet kunt rijden en je eerst een start-up moet geven aan deze auto. Denk je aan pech bij een elektrische auto, dan denk je toch vaak aan die 12 volts accu die een probleem veroorzaakt. Maar wanneer er een hoogvoltageprobleem is, zien we toch vaak een lege accu. Als je vroeger een lege hoogvoltage accu had, dan kon je maar één ding laten doen, dat was afslepen. Tegenwoordig hebben we daar een andere oplossing voor, namelijk een mobiele lader. Met deze lader kunnen we een auto even een klein beetje bijladen, zodat je dus de volgende laadpaal kunt bereiken. En zo helpen we je weer op weg. Je wilt natuurlijk zo ver mogelijk rijden met je auto. En daarbij speelt de temperatuur een belangrijke rol. De beste temperatuur bij de hoogvoltage accu ligt tussen de 20 en de 25 graden. Hoe kouder het is, hoe minder capaciteit de accu heeft. Rij je normaal 350 kilometer, dan kan het zo zijn bij extreme kou dat je maar 250 kilometer ver kunt komen. Mocht het nou warm zijn buiten, dat heeft ook een negatieve invloed op de actieradius. Het kan zo zijn dat je een paar procent in moet leveren, mits je de airco niet inschakelt. Want een airconditioning trekt ook best wel veel energie. Door steeds nieuwere technieken kiezen autofabrikanten voor geconditioneerde accu's. Dat betekent dus, in de winter wordt het accupakket verwarmd en in de zomer wordt het accupakket gekoeld. Omdat elektrische auto's steeds grotere accu's krijgen, is de impact van het niet goed functioneren steeds kleiner. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat deze tips je verder op weg helpen. Heb je zelf nog een tip over de accu? Geef het aan in de comments. Wil je nog meer weten over elektrische auto's? Bekijk dan onze andere video's.